Het ONK zijspant Cross en Quad wordt mede mogelijk gemaakt door Thoma Machineonderhoud, R2R Store Eindhoven, Bol Uitlaatsystemen, Reiger Suspension, WSP Racing en Dalkai Groep. Het publiek was in grote getalen afgekomen op de vijfde wedstrijd om het Open Nederlands Kampioenschap Zijspancross in Holten. Slechts 10 punten was het verschil tussen Bax Musset en Willemse Bax voor aanvang van de wedstrijd. Beide combinaties mochten dus geen steken laten vallen, maar gek genoeg gebeurde er van alles. Beide combinaties kenden in een mans pech, waardoor Hermans van Galen het gat tot aan Bax en Willemse zo goed als dicht heeft gereden. Nadat Willemse Bax in de training net een fractie sneller waren dan Bax Musset, ging het gevecht verder in de eerste manche. Toen het starthek viel, was het Willemse die als leider aan de wedstrijd kon beginnen voor Hermans van Galen. Veldman van de Boogaard volgde op 3 en Bax Musset hadden veel werk te doen om vanaf een vierde plaats naar voren te komen. Willemse Bax hielden goed stand op de eerste plaats totdat de dodemansknop eruit schoot en ze terugvielen naar een vierde plaats. Hermans van Galen en Bax Musset namen het commando over en al snel was het Bax die de leiding in handen nam. Echter, in het tweede deel van de wedstrijd kregen ze af te rekenen met een kapotte ontsteking en moesten de wedstrijd verlaten. Voor Bax was dit een flinke domper omdat hij zijn titelkansen als sneeuw voor de zon zag verdwijnen. Hermans van Galen kregen voor de tweede keer de koppositie in handen en ondanks dat Willemse Bax de druk in de slotfase op begon te voeren, hielden ze stand tot aan de finish. Willemse Bax kwamen als tweede binnen en Veldman van de Boogaard finishte als derde. Van Werven van der Putten en Keuben Rietman maakten de top 5 compleet. Door het uitvallen van Bax Musset hadden Willemse Bax de leiding in het kampioenschap in handen genomen. Maar dit was van korte duur. In de tweede mans leken Willemse Bax op de zegen af te stevenen, maar kregen in de slotfase af te rekenen met het probleem met de koppeling. Het voordeel dat Willemse na de eerste mans had opgebouwd ten opzichte van Bax Musset was in één klap weer verdwenen, waardoor Bax Musset met een voorsprong van 10 punten op Willemse Bax en 12 punten op Hermans van Galen aan de laatste wedstrijd in Valkenswaard gaan beginnen. Door het uitvallen van Willemse in de tweede manche wisten Hermans van Galen ook de tweede manche op hun naam te schrijven. Bax Musset reden in de tweede manche een dijk van een inhaalrace, want vanuit de achterhoede vochten ze zich helemaal terug naar de tweede positie. Net als in de eerste manche kwamen Veldman van den Boogaard als derde binnen en eindigde hiermee in het dagklassement op de tweede plaats, net een plaats voor Van Werven van der Putten, die met 2 een vierde plaats in de manche derde werden in het dagklassement. Met alleen de wedstrijd in Valkenswaard nog te gaan, is het superspannend. De eerste 4 combinaties staan binnen 24 punten van elkaar. Bax Musset voerde het klassement aan met een voorsprong van 10 punten op Willemse Bax. 2 punten achter Willemse Bax zijn het Hermans van Galen die derde staan en Veldman van der Boogaard volgen op een vierde plaats. Na 5 wedstrijden staan Van der Lagemaat de Laat op een sterke 5e plaats. Naast de zijspannen streden ook de kwads voor de punten om het Open Nederlands Kampioenschap. Ricardo Foelig begon als leider in het kampioenschap aan de wedstrijd in Holten. Lang was hij in dit kampioenschap in hevige strijd met Mark de Vries. Maar door de moeilijke wedstrijd van de Vries en Sint-Isidorushoeve is er een puntenkloof ontstaan. Regerend kampioen Jo Maassen heeft in het begin van het seizoen veel tegenslag gekend en is daarom kansloos geworden om zijn titel te prolongeren. Na 2 manches was het kampioenschapsleider Ricardo Foelig die de dagzegen naar zich toe wist te trekken. Foelig had voldoende aan een tweede en een eerste plaats in de manches en scoorde hiermee hetzelfde aantal punten als Mark de Vries die de eerste manche won en in de tweede manche als tweede binnenkwam. In de tweede mans gingen Foelig en de Vries rondelang wiel aan wiel over het circuit en vochten samen uit wie de manszegen zou gaan pakken.
In het tweede deel van de wedstrijd sloeg Fulik een klein gaatje en zette de wedstrijd naar zijn hand en won voor de Vries. Jan Vlijmans maakte het podium compleet met een vierde en een derde plaats in de manches. Jo Maassen finiste in de eerste manche als derde, maar kwam in de tweede manche in de problemen, waardoor er kostbare tijd verloren ging. Maassen kwam hierdoor niet verder dan een zesde plaats en moest in het dagklassement genoegen nemen met een vierde plaats voor Rome Huibers. Na de wedstrijd in Holten blijft Ricardo Fulik stevig aan de leiding staan met een voorsprong van 63 punten op Mark de Vries. De strijd om de tweede plaats is nog helemaal open, want Jan Vlijmans volgt de Vries op slechts 2 punten. Regerend kampioen Jo Maassen staat vierde en Rick Haverdeel bezet de vijfde plaats. Tevreden keerde het publiek huiswaarts en zal nu al uitkijken naar de ontknoping van het kampioenschap in Valkenswaard.